Meneer Brinkman, wat brengt u hier naar Almelo? Nou, buiten het feit dat het mijn geboortestad is, waar ik 51 jaar geleden geboren ben, jawel. En natuurlijk nog ontzettend veel familie heb, is Almelo een van de steden die wij tot aan de campagne 15 maart 2017, verkiezingsdag, voor de Tweede Kamer gaan aandoen. Belangrijk voor ons, vooral ook de grenssteden. De grenssteden hebben hard te verduren van het beleid van het kabinet. BTW-verhoging die ervoor gezorgd heeft dat heel veel bedrijven de concurrentieslag met het oosten hebben verloren. Kunt u plaatselijk ook wat tekenen? Ja, ik denk het wel. Juist voor deze regio, die zoals u ongetwijfeld weet het erg moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. In de slag toch ook met onze Duitse oostenburen, waar de BTW gewoon nog 19% is. Waar het leven in het algemeen gewoon een iets wat goedkoper is. Mensen in de grensstreken die boodschappen gaan doen in Duitsland, die hun tankbenzine daar volgooien en leuk weer hier in Nederland komen. Honderden tankstations in de regio's zijn daardoor failliet gegaan. Dat zal niet anders worden bij een volgend kabinet. Ook het volgend kabinet zal pro-Europa blijven. Zal altijd het liefste jongetje van het klas willen blijven. Zal veel geld willen besteden in een grote overheid die wij niet willen. Met andere woorden, er moet echt een breekpunt komen voor ja, misschien een kleine, maar misschien ook wel een middelgrote partij die daar een verschil in kan maken. En hoe staat u dan tegenover een Nexit? Nee, we zijn niet voor een Nexit wat dat betreft. Dat is een te groot risico. Maar wij zijn wel voor een herbezinning wat betreft Europa. Wij vinden de huidige Europa en scheef en te groot. Wij vinden de huidige euro wat dat betreft ook een weglek van toch wel hele rijke Noordwest-Europese landen richting het oosten en richting het zuiden. Waardoor je concurrentiekracht met de grote industriële landen in de wereld gaat verminderen. En daar zijn we een groot tegenstander van. Wat was een leuke herinnering aan Almelo? Mijn schooltijd op het Erasmus College hier in de buurt. Ja, leuke herinnering. Hele mooie school. Ja, ik heb het erg naar mijn zin gehad hier in mijn jeugd.